Met Nick Viergever en Vasilis Bargas in de basis maakt FC Utrecht zich op voor het eerste oefenduel in deze voorbereiding. Op een goed gevuld sportcomplex Zoudenborg neemt FC Utrecht het op tegen Queen's Park FC. Ploeg die uitkomt op het tweede niveau van Schotland. En ook deze Joshua Rowlands maakt vandaag zijn debuut bij FC Utrecht. Lange bal in de richting van Grant Safari. Die is behendig. Redding van Bargas en in de nastoot nog Longridge. Goede eerste poging voor de Schotten. En de bezoekers gaan door. Balverlies van Rocco Robertshein. Dat resulteert zelfs in een doelpunt van Simon Murray. 12 minuten gespeeld en de stand 0 tegen 1. Utrecht gaat op zoek naar de gelijkmaker. Doet dat via de voet van Mahi. Kluivert gevonden. Dit is Rocco Robertshein. Uit stand geschoten. Fraaie poging van de Estse international. Mahi naar Silla. Trek naar binnen. Gaat voor het schot. Makkelijke prooi voor Callum Ferry. Doelman van Queen's Park FC. Maher. Wat een mooie opening zeg. Prima controle bij Mahi. Stuurt Kluivert weg. Die wint het duel van Longridge. Kluivert nog altijd. Veerman gevonden. En de boomlange spits scoort de gelijkmaker. Ja, fraaie actie van Kluivert op de achterlijn. Oké, wordt ook een beetje geholpen door Ferry die de bal loslaat. Half uur gespeeld. En de stand 1 tegen 1. Maher. Dit is Silla. Heeft tijd en ruimte om wat te ondernemen. Gaat aan de dribbel. Mahi. Veerman. Oh, maait in eerste instantie over de bal. Maar hij corrigeert zich prima. Veerman lijkt de bal dan binnen te schieten. Fopt daarmee alles en iedereen. Maar de stand is toch echt 1 tegen 1 bij rust. Dan de tweede helft. Taylor Booty de bal neemt. Kopbal van Mike van der Hoorn. Twee nieuwe namen dus op het veld. Utrecht dat met heel veel nieuwe mensen aan die tweede helft begint. Want ook Nijhuis, Brouwers, Van der Streek, Mokono, Boussaïd, Van der Kust, Malahi, El Azrak en Meijsen zijn in het veld gekomen. Nijhuis met een diepe bal. Die belandt heerlijk voor de voeten van Boussaïd. En zijn bal kust de lat. Prima loopactie. Prima poging van de Belgische Jeugd International. En daar gaan ze weer. Queen's Park FC. 2 jaar geleden nog spelend op het vierde niveau. Volgend jaar op het tweede. En dit is een lekkere poging. Maar misschien nog wel een mooie redding van doelman Nijhuis. Boet. Oeh, dat is behoorlijk risicovol. Wat heet? Daar gaat Simon Murray. Keihard afgestraft. 2-1 voor de Schotten. Boet. 2 minuten na dat vervelende moment voor hem. Via Malahi is dit Mokono. En daar is Ryan El Azrak. En zo staat het razendsnel na die 2-1 achterstand weer gelijk. Het is de 58ste minuut. En Ryan El Azrak komt dus op het scorebord te staan. El Azrak, de man die de afgelopen maanden werd verhuurd aan VV Venlo. 4 keer scoorde. 3 keer een assist gaf. Hij, de man die zich mag laten zien in de voorbereiding. En dit is Van der Streek. Snel geschoten. Prima poging. Maar een fraaie redding ook van goalie Ferry. Maar Utrecht gaat door. Weer een kans uit een corner. Prima getrapt. Wederom door Boet. En de kopbal van deze Meijsen. Utrecht dat nadrukkelijk op zoek gaat naar de voorsprong. Boet wat ongelukkig aangespeeld door Van den Hoorn. Daar zijn ze weer hoor. Ja, prima in de verre hoek gecurved door Grant Safari. En wat zijn ze dan ook uiterst effectief op sportcomplex Zoudenborg, die Schotten. Van de Kust. Ja, dat is te kort. Achter Boet gespeeld. En dan is het Trailist die scoort. Oftewel proefspeler. Ja, een naam hebben wij niet kunnen vinden. De stand in elk geval 2 tegen 4. En dan krijgt Utrecht in de slotfase nog 1 kans via Boet. Een heerlijke uithaal. Aluminium geraakt. Ja, dat klinkt altijd prima. Maar Boet ziet die bal natuurlijk veel liever tegen de touwen gaan.
Utrecht. Het verliest het eerste oefenduel met 4-2 van Queen's Park FC. Laat ik vooropstellen, je wil altijd je eerste wedstrijd wil je winnen. Dus daar zit wel iets van teleurstelling. Lijkt me niet meer dan logisch. Je wil natuurlijk ook aan klantenbinding doen. Dat is ook logisch. Maar je moet ook realistisch zijn. En dat is dat we anderhalve week bezig zijn. We hebben kaart getraind. Dus dat is wel een reden voor de jongens, hè, om te zeggen dat het pittig was. Ook een tegenstander die 3 weken al bezig is. Dus wat dat betreft ook iets verder is. Dus wat heb je ervan geleerd? Nou, in het voetbal met name. Ik kan ze beelden laten zien waar we best wel aardige driehoekjes hadden. Kansen gecreëerd hebben. Zorgvuldiger daarin moeten zijn. Maar we gaan ze ook zeker beelden laten zien wat niet zo goed ging. Hè? En dan praat ik over met name de restverdediging. Er zijn zat zaken die aanzienlijk beter kunnen. Maar voor mij is het heel logisch, omdat wij, wat ik al zei, zwaar getraind hebben. En normaal mag je niet zoveel excuses hebben, maar het is absoluut een reden voor mijn spelers dat het een pittige anderhalve week was. Ja, yeah, I mean, it's part of the game. I mean, I'm always playing in the midfield, always taking risks in the midfield. So obviously I'm not happy about it, but it's something that comes with the game. And I'm never going to stop trying things in the midfield, so I'll brush it off and continue to play next match. Yeah. To what extent is it also a learning part? Yeah, I mean, it's like I said, it's part of the game. It's part of being a midfielder and taking risks in the midfield. So I'm always going to learn from my mistakes. I'll rewatch the matches and figure out what I can fix and do better. Hit in the post, so not all only negative points. Yeah, a little unlucky there, but overall I'm just happy to be here, happy to get some minutes under my feet. Yeah. Nou ja, kijk, sowieso de eerste 2 wedstrijden wordt het 45-45. Dus iedereen krijgt zijn kansen. Iedereen krijgt de gelegenheid om opbouwen, het fit worden. Dus wat dat betreft is het soms lastig dat je niet per se alleen met het resultaat bezig bent. Maar goed, we moeten wel een ploeg formeren waarin we elke wedstrijd willen winnen en elke wedstrijd max geven. I'm going to continue to keep working hard in trainings and in matches and most importantly trying to help the team win. What kind of people have helped you so far the most in the team? Poof, yeah, the vets have been super good. I mean, I can't say enough about the staff. The players have welcomed me like I'm one of their own and everyone's made it feel like home. Daarom zeg ik, vandaag was de teleurstelling wel aanwezig van een verlies bij je eerste wedstrijd. Maar nogmaals, ik moet ook realistisch zijn en respectvol naar mijn spelers. En dat is absoluut dat we wel heel hard getraind hebben afgelopen week. Ja, en wel genoten van de opkomst, neem ik aan. Ja, dat was fantastisch. Dat was fantastisch, ja. Ik hoop natuurlijk dat we daar tegen die tijd dat het moet, dat we helemaal klaar zijn en dat we daar volop van kunnen genieten. Ja, dat komt wel goed, denk ik. Ja, gaan we zeker alles aan doen. A great atmosphere. I mean, for our first preseason match, not an official match, and to have so many fans come out, it's a special feeling, and yeah, we appreciate it.